Ze had het best wel koud en ze had er eigenlijk geen trek in. Dus ik zei tegen haar, mama, alles wat je voor mij doet, ik ga voor jou terug doen later. Dit pleintje, dit, hier heb ik leren voetballen dit. Regen, sneeuw, hagel, het maakte niet uit. We waren hier. Ik weet nog altijd, ik moest beginnen op doel. Ik was keeper. Ik was de jongste natuurlijk. Ja, ga je maar bewijzen op doel eerst. En op een gegeven moment, dan is er wel eens eentje moe. Zo, dan mocht je dan invallen. En dan op een gegeven moment werd ik steeds beter, beter, beter. Totdat op een gegeven moment werd ik als eerste gekozen. Ik was degene die ging strijden. Ik deed slijdings op straat, man. Mijn moeder werd helemaal gek. Broeken kapot, schoenen kapot. Het maakte me niet uit, maar ik moest en zal hier zijn. Toen we naar Nederland kwamen, was ik 6 jaar. Ik weet nog wel dat mijn moeder me vertelde dat ik... Tegen de buurman zei van ik ga naar Europa toe en ik ga profvoetballer worden. De tijden dat wij toen ook in Marokko leefden was mijn vader hier in Nederland. Uiteindelijk stuurde hij natuurlijk geld op om ons nog steeds daar te voorzien van alles. Op een gegeven moment had zij 8 kinderen en mijn vader was hier. 8 kinderen, dan moet je respect hebben als je die kan opvoeden in je eentje. En je weet, je hebt altijd een paar zwarte schapen in de familie. Die gaan een beetje de verkeerde kant op. En die moet je dan ook erbij houden zodat er geen politie betrokken is dit. En daarom heb ik echt respect voor mijn moeder. Ik ben de jongste. Ik ben deels ook wel best wel opgevoed door mijn zus en broer. Maar mijn moeder heeft me natuurlijk wel heel veel verzorgd en nu nog steeds. Ik ben echt heel close met mijn moeder. Echt. Als ik in een week moet opnoemen hoe vaak ik bij mijn moeder ben, dan is dat misschien wel 5-6 dagen in de week. Mijn vader, ja, in het begin wilde hij niet echt dat ik ging voetballen, nee. Ik weet nog dat wij hier dus kwamen in Amsterdam-Noord, toen was ik 7-8 jaar. Mijn vader wilde daar niks van weten. Ja, hij zegt gewoon, schoolvriend. Hij zegt, anders mag je niet voetballen. Tot op een gegeven moment, mijn buurjongen is op een gegeven moment gewoon naar mijn vader toe gegaan. En hij zegt van, deze jongen moet je op voetbal zetten. Toen heeft mijn moeder uiteindelijk mijn vader kunnen overtuigen van, weet je, zet hem maar op de dijk. Dan kan hij ook even op fietsen. Toen was ik 10. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld toen destijds, bracht hij mij af en toe. Want als jong kind, als je scoort, dan wil je naar je vader toe rennen, blij zijn, et cetera. Ik scoorde een omhaal voor een kind, weet je. Ik was super blij, hè. Ik ren zo richting mijn vader. Ik zie mijn vader met zijn rug naar het veld toe, zo rustig van de natuur aan het genieten van. Zo lekker kijken, zo, weet je. Ik kijk hem aan. Ik zie, hij kijkt gewoon niet naar me, weet je. Dus ja, ik dacht van, ja, maar dat is mijn papa, weet je. Maar echt, ik heb echt respect voor die man, want die komt ook van een hele andere situatie dan hoe ik heb geleefd. Hij heeft geen moeder gekend. Zijn moeder overleed toen hij geboren was. En zijn vader overleed toen hij 7 jaar was. Dus hij was gewoon een wees. En hij werd opgevoed door zijn tante, wat niet altijd even lief was voor hem. Tot op een gegeven moment dat hij 10, 13, 14 jaar was ongeveer. Vertrok hij gewoon en dan ging hij weg. En ging hij, af en toe zei hij tegen mij, ja, ik sliep onder bruggen, dozen zoeken. Weet je, echt, hij heeft mij echt geraakt, echt waar. Hij kende de liefde niet van zijn ouders. Hij vindt het ook heel moeilijk om dat over te brengen. Maar in zijn daden laat hij het wel heel erg zien. Als ik bijvoorbeeld met mijn moeder aan het praten was, toen ik nog jong was, dan zei ik tegen haar bijvoorbeeld, mama, hebben we nog Nutella? Zegt ze, nee, helaas. 10 minuten later was het er. Dan was mijn vader dus helemaal naar buiten toe gegaan. Kom hier en dan ging je Nutella voor mij halen, speciaal voor mij. En daarmee toonde hij van, ik geef om mijn gezin. En nu, ik doe alles voor die man. Voor mijn ouders, niemand komt daar tussen, man. Niemand. Mama, grown up now. It's a brand new. Bij Ajax heb ik denk ik de beste tijd van mijn voetbal gehad. Zeg maar van mijn jeugdvoetbal gehad. Ik had een trainer, Brian Roy, vergeet ik nooit meer van mijn leven. Ik heb bijna geen dag gehad dat hij mij in het begin niet schreeuwde. Hij zag het in mij zitten, want de kwaliteit had ik. Alleen op een of andere manier kwam het er op dat moment niet uit. Maar iedere dag schreeuwde hij mij. En als een jonge jongen kan dat wel eens pijnlijk zijn. Na 2 maanden had ik het door. Maar bij mij heeft het echt goed uitgepakt. Waarom ik weg ben gegaan bij Ajax? Ja, kijk, ik was een ettenbakkie. Vaker deden we dat. Kwamen we na de training in de kleedkamer. En dan gingen we gewoon met licht uit. Dan gingen we alles gooien op elkaar. Wat er ook lag. Taart of schoenen, bidonnen. Alles werd gegooid naar elkaar. Maar met licht uit. Een dag kwamen we weer terug van de training. Gebeurde weer precies hetzelfde. En blijkbaar was het door dat incident die daar was gebeurd. Iemand had een lichte hersenschudding daardoor gekregen. Toen werden we allemaal op het matje geroepen. En... hebben ze gezegd van, ja, jullie worden geschorst voor 2 weken. De jongens die dus daar meededen. En we gaan kijken wat het proces gaat worden. Ja, het leek net de rechtbank, man. Maar goed, ik was 14. Ik bedoel, ik had geen besef, man. En toen hadden we een gesprek. En werd er ineens gezegd dat ik en nog een jongen
die jongen die lichte hersenschudding had, hem hadden bedreigd. Klopte helemaal nergens en niks van. Uiteindelijk achteraf hoorde ik dat ze hebben gezegd, dat die ouders hebben gezegd, als jullie niet die jongens wegsturen, dan doen we aangifte bij de politie. Ik was gewoon overtuigd van mezelf. Ik wilde en hoe dan ook die profvoetbal halen. Via welke weg ook. Ik bedoel, na Ajax heb je ook genoeg andere clubs die je zouden willen hebben. Ik moest uiteindelijk toen kiezen tussen FC Utrecht en AZ. Want allebei belden ze op dat ze me graag wilden hebben. Mijn gevoel lag meer bij FC Utrecht omdat ze daar meer moeite deden om binnen te halen. Op mijn 16e. Dat was op mijn verjaardag had ik hem getekend. Dat was het mooiste cadeau van mijn leven. Echt waar, hè? Oprecht. Ik wist gewoon niet dat je geld ging verdienen. Zoveel hield ik van voetbal. Ik besefte het helemaal niet. Die gesprekken, ik ben er niet eens bij geweest. Mijn broer en mijn zaakwaarnemer destijds. Ik gaf vaak het geld dat ik toen kreeg van FC Utrecht, gaf ik best wel vaak aan mijn moeder. Ik weet nog dat ik toen bij de Dijk speelde. Toen bracht mijn moeder altijd, ik hou echt van haar, man. Mijn moeder bracht me dan met de bus, gingen we samen. En er was een dag, het sneeuwde keihard, hè. Ze zette er mij eens in, ik denk dat het vandaag niet doorgaat. Zullen wij gewoon thuis blijven? Ik zeg, nee, ik wil voetballen, kan niet. Dus dan gingen we, liepen we op straat, ik keek zo naar mijn moeder. Ik zag, ze had het best wel koud en ze had er eigenlijk geen trek in. Ik zei tegen haar, mama, alles wat je voor mij doet, ik ga voor jou terug doen later. Ik kreeg zo'n eye over mijn bol heen van, en dan hou je mondje. Hé, hey, politieagent! Hij is toch politieagent? Nee. Niet meer? Nee. Anton, ben je geen politieagent meer? Jawel. Ja, toch, zie je wel. Heb je walkie-talkie nog bij je? Nee, hè? Ik werd 18, ik tekende mijn profcontract. Toen begon de voorbereiding en de eerste beste training brak ik mijn kuitbeen. In totaal was ik er echt 7 maanden uit of zo. Toen dat gebeurde, besefte ik dat er veel meer was dan alleen voetbal in het leven. En ging ik vaker naar de moskee, ging ik vaker lezingen luisteren. Op een gegeven moment vond ik er zoveel stabiliteit in, ja, dat ik bleef praktiseren. En tot de dag van vandaag doe ik dat nog steeds. Reciteert hij zelfs tijdens de Ramadan dagen in de moskees en voor toch wel heel wat publiek. En dat doet hij dan ook echt uitstekend. Kijk, laten we zo zeggen, mensen als ze horen praktiseren, denken ze heel veel van, oh, extremist. Ik ben praktiserend, maar zoals ik zeg, dat doe ik voor mijzelf, mijn eigen vrije tijd. Maar als ik in een groep ben waarin gewoon gelachen moet worden, et cetera, ja, dan ben ik wel de gangmaker. Zal ik even heel eerlijk zijn? Die man is zo rustig dat ik zei tegen een bro, ja, ik zei, hoe kan dat nou? Heb je geen spanning of hoe zit dat dan? Voel je niks? Mensen praten over kuipvrees, et cetera, ja. Ik wil niet zeggen dat het mij niet boeit of zo, maar uiteindelijk, een club haalt je niet zomaar. En dan praat je over concurrentiestrijd, ga je spelen, het is een groot club. Martin van Geel vertelde mij dat ik heel creatief ben en dat ik heel erg pas bij de stijl van Feyenoord. Want ik kan 1, best wel creatief zijn, maar ik kan ook strijd leveren. Als ik dat daar bewijs, waarom zou een trainer om mij heen gaan? Dan gaat het erom wie het beste is op dat moment. Zo simpel is het. Dat is voetbal toch? Ik zeg niet altijd, de trainer stelt de beste spelers op. Nee, dat klopt niet. Maar jij moet ervoor zorgen dat je past in zijn plaatje. Ja, ik wil niet zeggen dat Marokko kansloos is. Helemaal niet. Je moet ook realistisch zijn en kijken naar wie je tegenstanders zijn. En als ik naar Spanje kijk, hoe ze Argentinië hebben afgedroogd, ja, dan kan het wel eens lastig worden als we ze weer in de finale tegenkomen. Marokko is zeker niet kansloos om het WK te winnen. Omdat ik zelf erbij heb gezeten en heb gezien wat zij kunnen. De sfeer onder de Marokkaanse elftal, ja, ze zingen de hele dag, springen de hele dag en maken alleen maar grapjes. En iedereen gaat best wel goed met elkaar om. Alleen, wat heel normaal is en wat altijd zal blijven, is dat er een beetje groepjes zijn. Franse jongens, Nederlanders, Marokkanen. Marokkaan, je hebt ook een paar Marokkaanse spelers ertussen, die uit echt Marokko komen. Maar dat wil niet zeggen dat de band tussen de Fransen en de Nederlanders niet goed zijn. Dat is niet het geval. Ik persoonlijk ben eerlijk, ik hoop dat ze alleen al doorkomen. Dan ben ik al heel trots. Ik heb een bepaalde vorm van hartritmestoornis.
maar die is totaal niet kwaadaardig. Ik ben ervoor geopereerd, dus mijn hele leven lang zal er qua hartproblemen niks gebeuren. Als ik lees wat er met Abdel Knouri is gebeurd, dan doet het meer wat met mij als persoon, omdat ik hem ken en omdat ik echt veel liefde voor die persoon heb, dan dat ik mij zorgen maak over mezelf. Dat niet. Kijk, mensen kennen hem niet eens en ze gaan al kapot. Laat staan als je hem maar kent. Ik heb hem wel eens bezocht ook. En dat is best wel moeilijk om naar hem te kijken. Het is heel lastig. Ik wil daar liever niet over praten. Ik heb momenten gekoesterd, momenten gekoesterd. En die haal ik naar boven, die haal ik naar boven. Ik heb meegemaakt met jou, met jou, met jou. Wat mij het meest pijn heeft gedaan, is toch de bekerfinale mis. Vanwege een blessure. Daar het Feyenoord gedeelte. En de Utrechters met uiteraard ook hun eigen sfeeractie. Dat heeft mij ook veranderd als voetballer. Ik verwijt het niemand, alleen mijzelf. Omdat ik weet dat ik er buiten het voetbal om niet alles op dat moment aan had gedaan. Voor mij was voetbal echt leuk. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Maar ik besefte niet hoe belangrijk het was om er ook echt naar te leven. Snap je? Om ook je voeding, je slaap, om daarmee aan de gang te gaan. En ook het extra trainen op het veld, maar ook vooral in de gym. Als je geen teleurstellingen meemaakt in jouw leven, dan ga je je niet vormen als hetgeen wat je moet zijn. Dus in mijn geval een voetballer. Het moet pijn doen. In mijn geval, het moet pijn doen. Het moet niet altijd even leuk zijn. Als alles maar elke keer zo is gegaan, alleen maar naar boven, alleen maar goed, alleen maar goed, alleen maar goed. En het gaat een keertje mis. Wat dan? Je moet accepteren, je hebt verloren. Doe niet zo hard, kan niet. Wil je nog meedoen? Oké. Okay.